your number, written on the back of my hand. I got your number, written on the back of my hand. I got your number. Daar is ze, hè. Kom op. Hallo, Bakkerij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben ik bij Bakkerij? Ja, dat klopt. Ah, goedemorgen, mevrouw. U spreekt met Carla van Dijk. Ik ben al geruime jaren klant bij u. Allee, het is te zeggen, met een man. Ja. Is al, ja, die komt altijd bij jullie de zondag. Kent je hem? Aan de bakkenaam, zei u? Van Dijk. Van Dijk? Nee, ja. Niet te biet. Mevrouw, ik heb... het is een beetje schaamtelijk, maar ik ga het gewoon zeggen zoals dat ja. is. Hè. Ik heb dat vernomen via onze buurman. Maar ja, kom, ik ga het gewoon zeggen zoals dat is. Mijn man steekt voor bij jullie in de bakkerij. Wat? Steekt voor? Ja, hij steekt voor. Dus hij laat andere mensen gewoon... Ja. Nee. Hij steekt zelf voor. Ja, ik zit me eigenlijk te verontschuldigen voor mijn man. Maar ik zal hem zelf even doorgeven. Hij wil daar toch een keer iets over maar zeggen. Maar dat is niet zo erg, hè? Wij krijgen dat constant te horen, hè. Wat bedoel je van mij? Nee, van andere mensen, hè. Dat hij dat doet? Dat hij dat doet en ook... Maar hij moet je toch niet kijken naar andere mensen? Het is toch wij die dat niet erg moeten vinden? Maar kijk, hij zal toch wel willen zijn excuses geven, mevrouw. Ik geef hem even door, hè. Ja, dat is goed, ja. Hallo, ja? Ja, meneer, ja, toch maar. Ja, Jan van Dijk, ja. Ik moet van mijn vrouw toch even sorry zeggen. Sorry. Ik zou mij graag oprecht willen verontschuldigen voor 5 jaar voorsteken in uw bakkerij. Maar dat is absoluut geen probleem. Ja. Ja. Dat ik kon mijn voeten in dat ik daar al iets over zeg, maar ik kan mij niks aan. Nee, mevrouw, maar u niet. Nee, mijn man natuurlijk. Je weet zeker niet wat dat met mij doet als vrouw uiteindelijk, zeg. Ik ben lid van de ja? Van het Davidsfonds. Zijn er klanten in de zaak? Ja, momenteel wel. Momenteel wel. Anders kan hij hem een keer via de telefoon verontschuldigen aan de klanten in de winkel. Ja, maar ja. Maar nee, nu niet, joh. Okay, anders mogen wij nog een klein bestellingsje plaatsen. Ja, oké. Okay. Oh, ik geef mijn man door, hè. Ja. 300 gram preparé hadden wij nog nodig. Ze zijn met de pak. Ze zijn met mijn voeten aan het trammelen. Nee, 300... Oma Carla, dat is bij de beenhouwerij dat ik voorsteek. Niet bij de bakker, hè. Wat? Sorry, nu wens ik mijn eigen toch echt voor ons. Carla, kalle. Ja, dat is uw echt... Oh, sorry. Sorry daarvoor. Dat vind ik niet vriendelijk. Ja, goedendag, hè. Dag. Goedendag. Busje, zal we zijn.